Nou, welkom bij deze video van Strava. Ik heb de eerste kom gereden hier op die brug bij Empel, zoals die geregistreerd staat. En ik heb een 9e plek gehaald. Daar ben ik natuurlijk totaal ontevreden mee. Maar het is niet anders. Ik ben nu op de terugweg, want daar is die brug. En ik heb deze tijd gereden. En was leuk en ik zal je even laten zien hoe het allemaal werkt. Woon je in de buurt, dan herken je waarschijnlijk en die brug, de Hedelse brug, en de toren, of ik moet zeggen de windmolen. Maar goed, hoe werkt het? Daar sta ik, wielrenner.eu, met het gemiddelde van 35,8, 1,27, en die andere is sneller, veel sneller. Hier zie je de route, en één achievement met één bekertje met een 9e plek, dat is echt best wel gaaf. En nou, dat kun je zien, wat je hebt gegaan, moving time, et cetera. En hier zie je het ook in de ritten die je hebt gedaan. Eentje met een bekertje en de rest niet, want er zat geen zogenaamd segment in. Dus zo werkt Strava. In dit geval gewoon op de Samsung, dus Android app. Gewoon in een sportarmbandje. En die zit gewoon twee keer om het stuur en dan blijft hij lekker stevig zitten en dan is het ook niet zo heel dik. Zoals je ziet. Dus zo simpel is het. Nou, succes met Strava en ik zal onder de video nog een link zetten van de app.